Ik heb het idee dat dit een hele korte video gaat worden, want ik heb er eigenlijk niet zo heel erg veel over te vertellen. Behalve natuurlijk dat ik één hele goede focusformule met je ga delen. En deze gaat ervoor zorgen dat je hoe dan ook veel meer gedaan krijgt in veel minder tijd. Maar dat je je ook gaat focussen op één ding tegelijkertijd. Jawel, één ding en niet op allerlei andere dingen. En dat is het volgende principe. Wat ik voor mezelf ben gaan toepassen is dat ik tegen mezelf heb gezegd van weet je, als ik aan het einde van de dag terugkijk op mijn dag, dan wil ik minimaal één ding hebben waarop ik kan terugblikken en waarop ik kan zeggen van wow, dit heeft impact gemaakt. Ik heb in ieder geval een stapje gezet om weer iets groters neer te zetten of om mezelf te laten groeien. Nou, wat het doel natuurlijk maar voor jou is. Voor mij is het meestal het groeien van mijn business bijvoorbeeld. Maar er kunnen ook andere onderwerpen en natuurlijk andere doelen zijn. Voor iedereen is dat weer anders. Waar het vooral om gaat en wat mij heel erg heeft geholpen is om mijn dag te starten met die ene, met dat ene ding. Dat ene ding wat ik dan echt gedaan wil krijgen. Dus om 7 uur begin ik met werken en dan doe ik mijn ene ding. Dan ga ik mijn ene ding doen en ik plan dat zo in dat ik dat bijvoorbeeld in een uurtje of twee vaak al gedaan kan krijgen en ik plan vaak 4 uur in. Dus het kan me ook nooit tegenvallen en daardoor ben ik in ieder geval in beweging en pak ik die tijd om alleen maar bezig te zijn met dat ene ding. Ik mag dan ook niet afgeleid worden door andere dingen, ik ben dan gewoon met het ene ding bezig. En na die 2 uur, want dan heb ik het vaak al af, na die 2 uur, weet je, dan kan ik eigenlijk bij wijze van zo achteroverleunen en denken van yes, ik heb die stap alweer gezet. En dan kan ik wat om me heen gaan kijken en dan kan ik gewoon ja, minder gaan doen als ik dat eventueel wil. Maar ik kan ook gewoon doorknallen of ik kan andere taken gaan doen. Dat is ook vaak wat er gebeurt natuurlijk. Maar in principe hoef ik dan voor de rest niks meer te doen omdat ik weet dat ik dat ene ding in ieder geval heb gedaan. En dit gaat je niet alleen veel meer rust geven, dit gaat je zoveel meer focus geven als je dit continu elke dag blijft doen. En het maakt je zoveel productiever, want vaak krijg ik in die 2 uur die ik dan doe veel meer gedaan dan in die complete 8 uur als ik mezelf veel meer verschillende dingen en doelen ga opleggen als het ware. Ik hoop dus dat je hier iets mee kunt. Een wat kortere video van mijn kant. Laat me even weten in een reactie als jij dit ook al toepast. Dus pak jij ook zo'n ding op dat je echt focus hebt op één doel. Dat je daarmee start voor jezelf. Of doe jij het juist aan het einde van de dag. Laat hem even weten. Ik ben ontzettend benieuwd. En voor de rest hoop ik natuurlijk dat jij weer een mooie dag van gaat maken. Dat je in kleine stapjes jouw mooiste doelen kunt bereiken. Wil je nu meer tips en inspiratie ontvangen? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn YouTube kanaal voor meer inspiratie over persoonlijke ontwikkeling en het runnen van jouw online business. Denk groot, start klein.